Een pull-up-bar is één van de meest geschikte fitnessmaterialen voor een huis. Het is makkelijk in gebruik en erg effectief om mee te trainen. Toch is het uitzoeken van een goede pull-up-bar niet altijd even makkelijk. Vanwege het grote aanbod kun je lang bezig zijn met het uitzoeken van de perfecte pull-up-bar. In deze korte video ontdek je waar je op moet letten bij de aanschaf, zodat je mogelijk een miskoop voorkomt. Het lijkt zo'n simpele tool. Maar toch dien je met een aantal dingen rekening te houden voordat je een pull-up bar koopt. Om te beginnen het uitzoeken van een geschikte plek om hem op te hangen. Je hebt hierbij de keuze uit drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het plafond. Het plafond wordt over het algemeen minder vaak gebruikt dan de andere mogelijkheden. Als je voor deze plek kiest, is het belangrijk dat je over een stevig plafond beschikt. Ook moet het plafond niet te hoog zijn, zodat je er nog bij kunt als je je armen strekt. De muur. De muur wordt thuis vaak gebruikt om een optrekstang aan op te hangen. Dit is dan ook de populairste plek. Je kunt ervoor kiezen om dit binnen of buiten te doen. Zolang de muur hier maar stevig genoeg voor is. Een andere plek is de deur. De deur is ook een erg populaire plek om de stang tussen of boven op te hangen. Een pull-up-bar voor aan de deur is makkelijk te monteren en vaak een stuk goedkoper dan de stangen voor aan de muur en het plafond. Maar wel heb je hier een geschikte deur voor nodig in huis. Ten slotte kun je kiezen voor een vrijstaande pull-up bar. Dit wordt ook wel een pull-up rack genoemd. Wat is nou de ideale hoogte om de optrekstang op te hangen? De beste hoogte voor een pull-up bar verschilt per persoon. Dit hangt namelijk af van jouw lichaamslengte. Een ideale hoogte is wanneer je benen niet de grond raken als je deze gestrekt laat hangen, terwijl je aan de pull-up bar hangt met gestrekte armen. Dit kun je van tevoren makkelijk uitmeten, door jezelf op te meten met gestrekte armen naar boven. Of om tegen de muur aan te gaan staan met gestrekte armen. Wat is je budget? Als je van tevoren je budget bepaalt, kun je heel gericht op zoek gaan naar de ideale optrekstang. Een bar die je slechts enkele keren per week gebruikt om jezelf aan op te trekken, hoeft niet veel te kosten. Wil je echter een wat uitgebreidere stang, met bijvoorbeeld meerdere grepen op verschillende hoogtes? Of wil je een hoogwaardige en multifunctionele pull-up bar hebben? In dat geval zal je vanzelfsprekend wat meer betalen. Buiten of binnen? Mocht je de pull-up bar buiten of in een vochtige omgeving ophangen, zorg er dan voor dat de stang voorzien is van een anti-roestcoating. Dit komt de duurzaamheid namelijk ten goede. De maximale draaglast. Let altijd op de maximale draaglast van de optrekstang. Zeker als je zelf wat zwaarder bent, is dit een belangrijk aandachtspunt. Voor- en nadelen van de optrekstang. Laten we beginnen met de drie grootste nadelen van de pull-up bar. Nummer 1. Het bevestigen. Het bevestigen van de pull-up bar kan om meerdere redenen als nadeel ervaren worden. Over het algemeen is het vrij gemakkelijk te doen, maar wanneer je niet over het juiste gereedschap beschikt, kan het nog wel eens lastig worden. De tweede reden is als je geen geschikte plek kunt vinden om de pull-up bar aan te bevestigen. Nadeel 2. Niet altijd nodig. Heb jij momenteel al een uitgebreide home gym met een bar of iets anders om je aan op te trekken? Een pull-up bar is dan niet altijd noodzakelijk. Het derde nadeel, geen full body workout. Hoewel je met de optrekstang verschillende spiergroepen kunt aanspreken, train je er niet je hele lichaam mee. Je benen kun je bijvoorbeeld nauwelijks trainen. Maar ook de borstspieren zijn nauwelijks te trainen met een simpele pull-up bar. De drie grootste voordelen. 1. Makkelijk in gebruik. Een pull-up bar is misschien wel één van de makkelijkst bruikbare fitness tools dat te verkrijgen is. Er is namelijk niks mechanisch aan en er komt ook geen elektriciteit aan te pas. Ook hoef je van tevoren geen gewicht of weerstandsprogramma in te stellen. Naast je eigen lichaamsgewicht en de bar heb je niets anders nodig. Het tweede voordeel, hij is goed betaalbaar. De pull-up bars zijn spotgoedkoop als je ze vergelijkt met veel andere apparatuur. Het is dan ook niet voor niets dat deze trainingshulpjes zo enorm populair zijn. 3. Effectief trainen. Hoewel je dus niet iedere spiergroep van je lichaam kunt trainen, kun je wel een groot gedeelte goed aanpakken. Het is een erg effectief middel om je biceps, rugspieren, buikspieren en onderarmen mee te trainen. Wanneer je een multifunctionele pull-up bar hebt, dan kun je zelfs je borst en je triceps effectief trainen door dips te maken. Kortom, de optrekstang is een onmisbare tool voor iedere serieuze home gym. Wil jij een pull-up bar kopen? Wij stelden de beste voor jou samen. Kijk direct de beste pull-up bars in de ultieme koopgids.
Het linkje naar de koopgids vind je in de beschrijving onder deze video. Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden. Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad. Heb je er wat aan gehad? Geef dan even een like op deze video en abonneer op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende.